volgens mij, als ze jouw boek lezen, worden ze vriendelijk. Moet je wel, dat kan niet anders. Maar ze zien zelf dat boek natuurlijk niet. Dus ik ga morgen aan staatssecretaris Kleinsma, want die is nu verantwoordelijk voor dit geval, zeggen dat ze 10 exemplaren van het boek moet kopen. Dan vervolgens moet gegeven worden aan de mensen die hiermee te maken hebben gehad en nog mee te maken krijgen. Ik las gisteren in de krant dat er 260 mensen bij het UWV worden aangenomen om fraude te bestrijden. Oh. Dus 260 van die dingen die moeten echt die kant op gaan, heb ik het idee. En dan nog één ding, de strijd die jij hebt gevoerd, die hebben wij weliswaar op een andere manier in de Kamer gevoerd. En ik geef dat je te doen om met die minister Donner, jullie kennen hem allemaal, maar het is een juweeltje van samenwerking geweest tussen Kamerleden van alle partijen, om deze minister een beetje vriendelijkheid bij te brengen. Dat is denk ik niet echt gelukt, want het was echt opgelost toen hij weg was. Maar hulde daarvoor en jouw verhaal en dat van vele anderen hebben daar ongelooflijk aan bijgedragen. Dus mensen, koop dit monument. Ja, mooi. Dankjewel, Paul.